De champagne gaat erin met koek en met kisten tegelijk. Met 12 dozijnen. Met 24 pellets. Het feestje bij het zwembad kan beginnen. In principe hoeft de grap nooit ten koste te gaan van iemand. Nou ja, in principe. Sorry, hij is nog niet klaar. Morgen. Op de website stond dat hij vandaag klaar zou zijn. Ja, onze website. Onze website is gemaakt door reclamemannetjes, meneer. Ja? Dat gedoe. Met die banken. Ja? Met het Rabo-SNS-gedoe. Denk je dat ze toen een expert in de hand hadden genomen? Hè? Om hun eigen shit op te lossen? Nee. Reclamemannetjes. Reclamemannetjes zijn de kanker van onze maatschappij. Excuseer, Limots. Ja. Wat is geloof zonder liefde? Dan zult u ook sterven aan het kruis, gelijk Christus. Maar hij zal het niet makkelijk krijgen. Die Friezen, dat zijn beesten. Zonder enige vorm van beschaving. Bedankt voor die bloemen. En zo waren Bonifatius en zijn volgelingen weer terug in Keulen. Gedreven. Hey, dat kan echt niet. Niet hier. Jij bent ermee begonnen, Bertje. Ja, zeg maar het ook weer zeggen. Laat me raden. Je hebt de schep thuis gelaten. Jij zei dat... Dat zei ik niet! Nou, smijt benzine over hem heen. Of ben je dat soms ook vergeten? Nee, tuurlijk niet. Aansteker. Dat meen je niet. Weet je wat? Laat ook maar. En dat gaat een hele grote klus worden, waar het verkeer zeker last van gaat krijgen. Oeh. Joppie, ja. Twee erachter. Ja, ja. Jij erin. Oeh. Kom op. Ah. Joppie. Ah. Alleen iets. Brosser. Bolletje oerknek. Oerlekker knekkerbreud. Kom maar. Ja, ja. Oh, wat gaat er nog om? Ik betaal. Ja, het is even wennen om on-Hollands rijk te worden. Maar het kan. Auto naar de garage brengen? Ben zegt, ja, doei. Want met Bens leaseplan wordt zijn auto opgehaald voor een onderhoudsbeurt. En weer teruggebracht. Wat is jouw leaseplan?